Mijn droom is natuurlijk nog altijd om wereldkampioen te worden. Ik ben darter in hart en nieren, moet ik eerlijk zeggen. Nou, ik heb eigenlijk elke dag wel de dartpijl in mijn hand. Elk weekend wil ik wel een toernooi spelen. Ik ben begonnen toen ik 9 jaar oud was. Ik bleek er toch wel redelijk talent voor te hebben. En ja, dan is alles leuk natuurlijk als je er enigszins goed in bent. Ik wil altijd winnen. En als dat dan niet eruit komt of je stelt jezelf teleur, ja, dan is dat toch een pijnlijk moment voor jezelf. Van binnen ga ik dan helemaal kapot, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb van de beste in de wereld gewonnen. Michael van Gerwen, Phil Taylor, noem maar op. Een aantal keren WK gehaald, dus ik schat me wel een beetje tot een subtopper. Oké, dankjewel maat. We zien ons, hè. Oké, maat. En het belangrijkste vind ik nog gewoon zo vaak mogelijk op tv te komen met het darttoernooi, omdat ik daar het meeste van geniet. Lekker op dat podium. Neem niet alles te serieus. Geniet van het leven, want het is veel te kort. Probeer gewoon elk moment te pakken waar je kan genieten en doe er wat mee.